Like de video sneller dan dat ik op deze onzichtbare deur klop. Oh, hallo! Wie is daar? Dus ja, waar was ik ook alweer? Oh ja, in dit spel moeten wij... Dat ziet er zo grappig uit. In dit spel moeten wij proberen om deuren te openen. Joop, dat doe je toch met een sleutel en de deurhendel? Nee, dat doen we zo. In ieder geval, we moeten natuurlijk trainen. Want alleen als we dat doen, kunnen we... Dat is een irritant geluid. Want alleen als we dat doen, kunnen we sterker worden. En hoe sterker we zijn, hoe makkelijker we nieuwe deuren kunnen openen. Kijk, dit gaat een stuk sneller dan in het begin. Alleen het wordt wel steeds moeilijker, want de deuren die worden steeds sterker. Zo is deze deur gemaakt van modder. Wat best wel raar is. Oké, laat in de reacties weten, wat is het raarste om een deur uit te maken? Spaghetti deur. Ja, dat lijkt me niet echt handig. En wij trainen er weer op verder. Maar dat moet toch sneller kunnen? Ja, natuurlijk. Dat was 2 keer zoveel kracht, maar nu ook 2 keer zoveel snelheid. Dus als het goed is, als we nu naar een deur gaan... Oh my gosh, dat gaat inderdaad veel sneller. Als we op deze manier doorgaan, komen we er binnen no time achter wat onze beloning is. Want ja, die is er. Grasdeur. Dat is echt random. Ik bedoel, denk erover na. We maken deze deuren niet voor niets open. Er moet iets achter liggen. En ik denk al dat ik weet wat het zijn. Want waarmee maak je normaal gesproken een deur open? Oké, weet je wat? Raad het hier beneden in de reacties. Ik geef je even. Lekker weer, hè? Ik heb zin in een taco! Oké, genoeg tijd. Er zit achter... Een sleutel. Waarom, vraag je? Weet ik veel. Die zullen we vast wel ergens... Ah. 5 sleutels voor de nieuwe area. Maar we kunnen die sleutel ook voor dat ei gebruiken. En ik heb het idee dat als we dat doen, dat het best wel slim kan zijn. Een biggetje. Want kijk, dit biggetje dat helpt ons. Ah, schattig biggetje. Om veel meer kracht te krijgen wanneer we trainen. We zien er echt uit als een soort van stuntman. Kijk hoe snel we zijn. Oké, ik heb echt nog geen minuut getraind. Als ik nu deze kant op ga... Oh... Doei! Wacht! Wat? Dat zag eruit als een actiefilm! Oké, dit is echt heel cool. Ik weet niet of dit door het biggetje komt. Ik bedoel, kijk naar het biggetje. Super onschuldig. Ik wil hem bacon noemen, maar dat vind ik een beetje flauw. In ieder geval, we doen dit, we doen dit, we doen dit. En we hebben... Oh nee, wacht. We doen dit, we doen dit, we doen dit. En... Sorry. Ja. En we hebben weer een nieuwe sleutel. Oh, als we hier tegenaan trainen, gaat het sneller. Maar dan hebben we VIP nodig en ik heb al geklikt. Wauw, moet je dit zien? We krijgen 11 kracht per... Punch. Oh, ik ben serieus een beetje bang. Ik heb nu al medelijden met de deuren. Oh, we hebben trouwens gratis cadeautjes gekregen. En sleutels. Dus dat betekent dat we dat ei kunnen openen. Oké, deze is duurder. Dus je zou zeggen... Een bij. En hij is er bij. Wie lag er? Wie zijn jullie? In ieder geval, we gaan door en... Ja, dit voelt alsof ik vals speel, terwijl dat nog niet eens echt is gebeurd. Wauw, dit gaat echt super snel. Moet je opletten. En we zijn er al. Let's go! Oké, als we op deze manier doorgaan, dan hebben we binnen no time genoeg voor de nieuwe area. Ik ben ook echt wel benieuwd hoe die eruit gaat zien. Van wat ik zag, is het denk ik een soort van sneeuw area. Oké, onze allerlaatste win. Let's do this. Oeh, het is hier koud. Maar ook hier kunnen we weer trainen. En in deze nieuwe area krijgen we veel meer kracht erbij. En we hebben weer een cadeautje. En dat betekent dat we precies genoeg hebben voor dit sneeuw-ei. We hebben nu 3 pads, maar ik heb het idee dat in deze nieuwe area de deuren ook sterker zijn. IJs, sneeuw, water? Oh my gosh, daar gaan we. 3, 2, 1. Volgens mij is dit een waterdeur als ik er naar kijk. Dit is een ijsdeur. Had ik gewoon gelijk? En wat dacht ik nog meer? Ja, een sneeuwdeur. Ik had letterlijk gelijk. Op zich niet heel moeilijk om te raden, want je weet wel, sneeuw is water en water is ijs en ik ben gek. Zo is alles voorkomen logisch. En we hebben 10 sleutels. Alleen ik heb zo'n idee dat we kunnen vals spelen. Meestal in dit soort games kun je er dingen bijhalen waarmee je sterker wordt. Zoals bijvoorbeeld dit. Dit geeft ons een super boost. En hier zijn allemaal drankjes. Een gouddrankje. Als je deze drinkt, krijg je voor 10 minuten alleen maar gouden pet. Om erachter te komen of dat werkt, moeten we eerst weer wat winst erbij krijgen. En volgens mij hebben we die al. Dus als ik het goed begrijp, als we dit ei openen, is het een goud dier? Die is niet goud. Oh, wacht. Ik had het nog niet aangezet. Oké, dan moeten we nog 1 keer winnen. Maar volgens mij is dat niet al te lastig. Oh my gosh. Sinds wanneer zijn we zo sterk? Volgens mij komt dat door die boost die we net hebben gehaald. Maar het is gelukt. Oké, dus nu zouden het alleen maar gouden pets moeten zijn. Het is zo. Aw. Die is schattig. Oké, weet je wat? Ik haal er een aantal sleutels bij. Want ik wil dat ei. En daar zit in een gouden pinguïn. En we hebben de nieuwe area. Wow, is dit onder water? Misschien goed dat we er echt even op doortrainen. Natuurlijk willen we zoveel mogelijk deuren openen. Maar zoals ik net al zei, de deuren worden sterker. Dus wij moeten bijbenen. Wat is dit? Een starter pack? Wow, moet je dat zien? Oh my gosh. Het trainen gaat nu zo snel. Ik ben een beetje bang, maar daar gaan we. Wow.
Oh my gosh. Let's do this. Oké, wacht. Bronzen deuren? Oh my gosh, nu wordt het echt moeilijk. Maar dat kan ook wel, want we krijgen nu 50 sleutels voor elke win. Oeh, check dit. Maar we hebben er 500 nodig. Dus we halen het tweede starter pack. Daardoor krijgen we die pet. En er is zelfs een derde. Dit spel weet hoe ze Robux moeten krijgen. Wow, die is cool. En er is zelfs een vierde. Oké, maar dat is wel de laatste die ik haal. En er is een vijfde. Niemand? Nou, dan neem ik hem wel. Wacht, eerst even de nieuwste checken. Wow, die is gaaf. Ah, man. Ze worden wel steeds duurder. En er is er nog één. Oké, wacht. Sorry hoor. Ik wil hem eerst even checken. Oh my gosh, wat is dat? Oké, welke hier nou komt, ik haal hem niet. Ik wil niet weten hoeveel kracht we nu krijgen als we trainen. Eén manier om daarachter te komen. Oké, luister. En ik wil niet overdrijven, maar ik denk dat we in één keer elke deur gaan slopen. Je gelooft me niet? Nou, dan bewijs ik het. Epische muziek. Leuke muziek. Yes. Oh, oké, okay, let's go. Oh, maar dit is leuk. Zeg maar, wanneer we vals gaan spelen, dan word ik wakker. Oeh. En weer 50 sleutels. Ah, we kunnen sowieso al naar de nieuwe area. Oh nee. Oh, we hebben ook wel echt heel erg vals gespeeld hoor. Maar laten we eerlijk zijn, dit is bij lange na nog niet de laatste area. Dus ook al gaat het nu heel makkelijk en snel, dat wil echt niet zeggen dat dat de hele video zo zal blijven. Sterker nog, ik heb het idee dat we het nog moeilijk gaan hebben straks. Oké, okay, kom op. Nog één keer. Waja. Ik vind dit te mooi. En let's go. Oké, de volgende area en... Oeh, ik had geen hoodie moeten aandoen. Het is warm hier. Oké, laten we heel even weer trainen. Maar ook zeker niet te lang. Want om eerlijk te zijn, denk ik niet dat dat nodig is. Al zijn deze deuren wel van lava. Laat maar. Het is niet nodig. Maar kijk, waar net alle deuren kapot gingen, blijven er nu hier toch nog een aantal over. Oké, dat was een... het was er één. Dat valt wel mee. Het valt wel mee. En we hebben 10.000 sleutels. Hoeveel sleutels hebben we nodig? Volgens mij echt heel veel. Om naar de volgende area te kunnen. Eens even kijken. Oh nee, laat maar. We hebben hem al unlocked. En deze keer is het een portaal. Oké, het is weer even trainen geblazen. Er zijn schoenen? We kunnen deze halen. Dat is zo gaaf. Waarom wist ik dat niet? Waarom heeft niemand me dat verteld? Deze schoenen laten ons veel sneller trainen. Zoals je hoort. Oké, wacht. Welke zijn er nog meer? De diamanten schoenen. En die kunnen we nu halen. Wauw. Die zijn cool. Ik herken mode wanneer ik het zie. En ik heb gehoord dat als we deze area hebben gehaald, dat we naar de creepypasta area gaan. Oké, ik ben er klaar voor. Wordt dit lastig? Nou, om eerlijk te zijn, het is niet heel lastig. Maar in één keer gaan we dat al niet meer halen. We moeten nu toch al echt twee keer of drie keer schoppen zelfs. Daar gaan we. Hoeveel sleutels hebben we nodig? Rebirth. Ah, wacht even. Hoe kunnen we dat doen? Gewoon zo. Oh, ah, maar dat is echt een makkie. Wat moet je opletten? En we kunnen er nu alweer één doen. Dun, dun, dun. En we kunnen er weer één doen. Zelfs als we één keer schoppen, kunnen we al een rebirth doen. Eén keer, we klikken hier, rebirth. Eén keer, we klikken hier, rebirth. Oh, nee, wacht even. Twee keer. Nou, valt ook wel mee. En we kunnen zelfs de automatische rebirths aanzetten. Is best wel duur, dat is waar. Maar nu kunnen we op die knop daar klikken en staat het aan. En dan kunnen we gewoon de hele tijd hier tegenaan mappen, want de rebirths komen er automatisch bij. Maar eerst de nieuwe area. Wacht, dit is geen creepypasta area. Dit is een soort van mine. Welke schoenen heb je nog meer? Wat zijn de beste? Oh my gosh. Die zijn cool. Die zijn cool. En die zijn cool. Ik ben cool. Oké, voorlopig zijn we nog niet klaar. Dus reageer ja voor een deel 2. Abonneer voor meer en adios.